Mijn beste vrienden, Maribo groet u met een biggie brasa straight from the heart en TV rustig keren. Sigi picking brasa u kompe de Divi. Beste vrienden, u hebt zeker ook gemerkt dat wij de laatste tijd eigenlijk weinig van zijn excellentie, de VP, horen. En zeker als je het vergelijkt met vroeger, ach, vroeger, 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, langer is het niet. Maar zijn vrienden, de VP had een geweldige grote mond. En waarschijnlijk heeft hij die mond nog, maar die mond is eigenlijk even ingepakt voor later. Want u weet toch dat de VP gezegd heeft dat hij gaat voor president? De VP wil president worden. Aan mij zal het niet liggen. Ik gun hem zijn presidentschap. En ik had toen de opmerking gemaakt dat hij door dat te zeggen als vicepresident, hij bezig was de poten onder de stoelen van Chandrika Persat Santokhi, president van Suriname, door te snijden, door te zagen. Maar tegenwoordig, de laatste tijd, is de PP eigenlijk rustig. En ik, u weet, ook hebben wij eerder opgemerkt, de VP is in sommige opzichten, vele, een ongelijk projectiel. Dat wil zeggen dat projectiel kan elk moment weer opstijgen. Maar dat doet de VP op dit ogenblik niet. En dat baart ons zorgen. Nee, het geeft ons krasseerde. Omdat we moeten denken van wat is hier aan de hand? Kijk, dat de VP doorheeft. Dat hij niet de stekker eruit moet trekken. Anders kan hij geen gebruik maken van alle faciliteiten van de overheid. Om propaganda te maken voor de verkiezingen. Dat heeft de VP al lang door. Zo slim is onze VP wel. Maar er is nog meer. Er is nog meer. Want een man die keihard heeft gezegd vanaf de podia. Hij heeft nu... Hij is nu VP, maar hij gaat voor het hoogste en dat is president. Dus mijn vraag is aan u, via de voorzitter. Is het nog waar? Gaat de VP nog voor president? Hè? Wat moeten wij weten, wat moeten we geloven, wat missen wij in dat geheel? Want u weet, er is heel veel djoekdoeko in Suriname. Er wordt van de ene kant gepraat en dat is loslossie. En dan wordt er van de andere kant gepraat en dat is borbori. En als je die dingen mixt bij elkaar, dan kom je op een Babylonische spraakverwarring. Waar niemand ene reet van begrijpt en verstaat. Maar dat ding is er. En de achterban, of liever de achterband, die knikt ja. En amen, wat wij zeker weten is... De Nyang, de Dringi, de Dansi, de Sribi, de doe alle soort mooi Sani. En de verkiezingen komen eraan. Als ze eraan komen, dan komen ze eraan. Dus gaat de VP nou voor president? Of gaat de VP gewoon die start van de koe blijven vasthouden? Want dat ding heeft hij zelf gezegd. Hè? Dat heeft niemand gezegd. Hij heeft gezegd. Me hoor kautere. En u weet wat dat betekent. De VP houdt de staart van de koe vast. En u weet. Wat een koe doet. Onder die staart van die koe gebeuren de mooiste dingen. Ze vliegen eruit als patje patje pats. Drogen dan op. En worden schoon en mooi. En als je niet oppast, groeit er een gele bloem uit de patja patja. Als u het niet gelooft,
Dan moet u in de boerderij lopen. En dan, als u zo'n prachtige hoop ziet, kunt u uw vinger erin stoppen. Van boven is het mooi hard. En van onderen, er is het zacht. Maar daar gaat het even niet om. Waar het nu om gaat, is de vraag. En die stel ik aan u. Want u bent een gigantisch publiek, man. Geweldige mensen die commentaren leveren. Af en toe schelden jullie me uit. Maar dat moet je niet doen. Want mijn banna bon omoreitro doet die omoreitro. Dus scheld niet uit. Hè? Maar ga even goed nadenken. Of wat ik zeg zin heeft of geen zin heeft. Hè? Zin is of onzin is. Maar beste vrienden, de vraag is, gaat onze VP voor president of gaat hij niet voor president? He? In een volgende filmpje zullen we proberen om die vraag te beantwoorden, hoewel het onvoorstelbaar moeilijk is hoor. Met een man die de ene keer kouteren houdt en de andere keer hangt aan de tong van de koe. Beide dingen zijn niet goed. Maar wat is hier toch aan de hand? Beste vrienden, wij weten het gelukkig niet. En daarom stellen we de vraag aan u. En daarom vragen we u om te blijven denken. Want als we samen denken, dan komen we tot een oplossing. He? Maar je weet, bij de luizen is het zo, hoe meer hoofden, hoe meer onzin. Dus laat het bij ons zijn, hoe meer hoofden, hoe meer zin. Ja, dat is dat ding. Ondertussen bedank ik oma, want ze is er. Ze heeft gezegd, ze komt vandaag niet in beeld. Ze is bezig, want ze heeft vandaag geweldige dingen gedaan hoor. Met Tegi, Abisma, Bori, Wang Hereri. En het Tegimitaki, Judati, Efinyang Alesi. Dan weet ik niet wat er met je gaat gebeuren. Want Misrafe Kondwangai, die vrouw heeft gehoord. Dat het rijst van ons, er is iets met die rijst. Die rijst kan niet geëxporteerd worden. Hè? Het is waar. Man, beste vrienden, laten we het voorlopig hierbij laten. En dan kom ik weer terug bij u. Want we willen allemaal weten waarom de vicepresident zich inhoudt. Of waarom de inhoud van de vicepresident niet naar buiten komt. De inhoud. Dat we iets hebben gehoord van luizen. Dat heb ik nu iedereen. Maar dat is nog niet alles. Er is meer. En ik zeg u, er is meer. Paramaribo, groeten met een biggie smile. En een lafu van Tantamba. Baya, maker. En oma. En Charlie. De hele familie is bij elkaar. Ik moet u ook iets zeggen. Want die elders van ons, van de familie, die redactie toch, die zijn bij elkaar gekomen. En ze hebben opa op zijn donder gegeven. Je wil het niet weten, maar ik ga je dat straks vertellen. Met mijn dreamy, ik word er eerst. Daar, tot later.